Wat is nou management precies? Beetje containerbegrip. Iedereen gebruikt het. Te pas en te onpas. Mijn manager dit. Of mijn directeur dat. Of ja, het management. Maar eigenlijk als we gaan kijken zou je kunnen zeggen. Management is een groep functionarissen. Twee zou je kunnen zeggen. Management heeft ook te maken met activiteiten van de manager zelf. De directieleden. En tot slot zou je ook kunnen zeggen. Het is een vakgebied. En op die manier kun je met management aan de slag. Er wordt natuurlijk al heel lang nagedacht over management. Je kunt terug naar het begin van de eeuw. Je kunt terug naar Aristoteles, Plato. Zelfs toen dachten we al na over management. Zodra je aan het leidinggeven bent, hou je je bezig met management. Nou, een van de belangrijke dingen is natuurlijk plannen en vooruitzien. Daar begint het mee. Als je dat goed voor elkaar hebt, dan weet je welke kant je op wil. Nou, als je dat te pakken hebt, dan kun je natuurlijk inwezen naar het volgende stukje. Communiceren. Communiceren leidt tot organiseren. Wie doet wat in je organisatie? Nou, als je dat te pakken hebt, dan ga je naar het volgende. Bevelvoeren. Bevelvoering leidt uiteindelijk ook tot coördinatie. Wie doet wat? Als je dat geregeld hebt, dan kom je bij een hele belangrijke controleren. Controle blijft altijd noodzakelijk om een aantal zaken zo goed mogelijk te kunnen regelen. Nou, dat is in wezen management.